Leuk. Op de laatste cover van de Amerikaanse Vogue staat Jennifer Lopez met een geweldige foto die gemaakt is door de fotograaf van de sterren, Annie Leibovitz. Beetje de William Rutte van Amerika. Nou, zeg maar. Dat is te veel eer, hoor. Allemaal voor de les. Ze is een van Amerika's beroemdste fotografen. Tijdens haar kunstopleiding komt Annie Leibovitz in aanraking met fotografie en wordt verliefd op het vak. Tot haar meest recente meesterwerk behoren de foto's van Jennifer Lopez. En op de vraag wie de beste fotograaf is, zeggen alle celebs... Annie Leibovitz. Annie Leibovitz, that's the difference. She is unique. Annie Leibovitz? That Leibovitz woman. Annie's foto's van de zwangere en naakte Demi Moore in 1991 worden als controversieel en vernieuwend gezien. De fotograaf is dan al 9 jaar wereldberoemd dankzij haar foto van John Lennon die naakt knuffelt met Yoko Ono op de dag dat hij wordt vermoord. John and Yoko, you know, I only took a few frames. I mean, you knew it was good. I mean, it was, you hadn't seen anything like it before, and it was beautiful, and it had form and strength, and it was simple, and it told a story. Het ziet eruit dat Annie Leibovitz voorlopig nog wel legendarische kiekjes van de sterren blijft maken. Ik vind ze allemaal mooi, maar wat is het? Wat maakt haar zo goed? Alles. Licht, compositie, kleuren. Alles, elke foto van haar is perfect. Je kan gewoon in geen foto van haar ontdek je een foutje. Of iets dat je denkt, oh, dat had ik misschien zo gedaan. Het is gewoon perfectie waar je naar zit te kijken. Een hele enge perfectie. En dat kan ook omdat ze een waanzinnig groot team op hebben. Dit is niet Annie Leibovitz, nee, het is Team Leibovitz. Er staan 60 mensen omheen die haar daarmee helpen. 60? Dat is niet normaal. Ja, het is voor één zo'n foto? Nou ja, zij heeft gewoon een heel team die haar... Zij huurt de allerbeste mensen werken voor haar. Het is een bedrijf. Het is niet één vrouw, het is een bedrijf die dat doet. En het is, ja, maar perfectie. Maar jij hebt een keer aan het werk gezien, toch? Hoe werkt ze? Zo'n Jennifer Lopez hangt dan uiteindelijk aan zo'n boom? Nou, het is, wat het is daar het idee achter? Nou ja, hoe zij werkt is... Ik heb één keer op haar set mogen zijn, omdat... zij wilde een Golden Globe lijn. Een vriend van mij die zit hoog in die organisatie. Dus, en die Golden Globe krijg je nooit zomaar. Daar krijg je altijd iemand bij die dat ding in de gaten moet houden... zodat je geen rare dingen ermee doet. Dus hij heeft gewoon gezegd... joh, ik heb gezegd dat we met 2 mensen komen, dus jij gaat mee. Dat was mijn grote droom om bij haar te kijken. Ik heb mijn ogen uitgegeven. We kwamen er op een set aan waar ik denk ik tussen de 50 en de 60 mensen rondliepen... die allemaal voor haar werkten. Setdressers, make-up artists, 2 trailers. 1 trailer voor Sharon Stone en 1 voor haar, zodat ze ook een trailer had. Zij kwam 15 minuten voor de shoot kwam zij binnenlopen. Hi everybody, hi. Wat zij doet is, van tevoren krijgt zij grote foto's van de locaties. Daar geeft zij precies op aan, hier wil ik dit, hier wil ik dat. Ik wil dat soort licht gebruiken. Nou, zij heeft lichtmensen die dat aan voor haar organiseren. Zij komt daar binnen, gaat achter haar kamer zitten, alles staat al klaar. Klik, 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 klik. Nou, de artiest gaat naar de make-up toe, een nieuwe set aan. Zij wordt alvast naar de volgende set gebracht, die ook al helemaal klaar staat. Gaat ze zitten, klik, 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 klik. Doe nog een 3e set. Artiest weer naar de buurt. Nou, hetzelfde verhaaltje weer. De laatste foto, ik zeggen ze... Bye, everybody. Bye, bye. Zij is de ster, maar zij is ook de ster. Zij is de grootste en beroemdste fotograaf van de wereld. Wat vraagt zij voor zo'n shoot dan? Nou, dat varieert geloof ik vanaf een ton tot aan, weet ik wat, haar beelden. Kijk, de grap aan deze vrouw is, ze is aan haar succes bijna failliet gegaan ook. Zij heeft zoveel mensen voor zichzelf werken, dat ze in 2009 had ze een schuld van 15 miljoen opgebouwd. Haar archief is 50 miljoen dollar waard toen. Ik denk nu wel 75 miljoen dollar waard. En daar heeft ze toen geld mee kunnen lenen. Heeft haar huis ook moeten verkopen, alles. Ze heeft alles op de claim op haar archief gelegd. Ze was bijna de archief kwijt. Heeft ze uiteindelijk weer terug kunnen krijgen door iedereen af te betalen. En ja, deze vrouw, dat is onvoorstelbaar. Maar is er iemand, als zij zou stoppen, hè, William... is er iemand uit dat enorme team die haar zou kunnen opvolgen? Nee, bijvoorbeeld? Nee. Nee, mensen willen met haar werken. Dat is ook het mooie aan haar. De foto is niet alleen hoe die gemaakt is, maar hoe zij daar staat. Hoe zijn mensen ontvangen. Nou, zij is een living legend. Mensen geven alles aan haar. Die foto van John Lennon, mooi voorbeeld. Prachtig. Weet je, bedoel, hij wilde alleen op de... Of zij wilde, Rolling Stone wilde hem op de cover hebben. John zei, ik wil niet alleen op die cover, ik wil met Yoko. Nou, daar baalden ze natuurlijk enorm van. In hun slaapkamer gemaakt, in de Dakota Building. Ze is daarboven gaan hangen. Nou, mooi in de foetushouding. 5 uur later wordt hij doodgeschoten voor de deur van de Dakota Building. Zij heeft de laatste foto gemaakt. Dit is een iconisch beeld. Ja. Ze heeft 3 foto's gemaakt ervan. En het is de meest iconische foto die er ooit gemaakt is. De meest iconische fotografe ever. En ik denk, als zij overlijdt, dat is een heel groot gat... die iemand ooit zou moeten vullen. Dat gaat niet meer gebeuren, denk ik. Laten we hopen dat ze dat nog lang niet voor plan is. Nee, hoop ik niet. Dit jaar...